In 2014 kwam The Forest uit, een van de grimmigste en uniekste survival games die we ooit hebben gespeeld. We werden dan ook enorm blij toen het vervolg Sons of the Forest werd aangekondigd op de Game Awards in 2019. Helaas werd ons geduld wel op de proef gesteld, want de game werd daarna meerdere keren uitgesteld. Inmiddels zijn we dus 4 jaar verder en kunnen we eindelijk met de game aan de slag. Nog wel een early access, maar dat weerhield ons er niet van om er direct diep in te duiken. Is de game het wachten waard geweest of had die beter nog een keertje uitgesteld kunnen worden? The Forest heeft een speciaal plekje in ons hart. Het doel is lekker simpel. Je stort met een vliegtuig neer op een eiland en raakt je zoon kwijt. De game wil dan dat je naar hem op zoek gaat, maar in de praktijk kwam daar eigenlijk nooit wat van. Voor je het weet stond je bomen te kappen, huisjes te bouwen, tuintjes te onderhouden en halve boerderijen op te zetten en groeide je uit tot de Bear Grylls van het bos. Een beetje hout hakken en survivalen biedt de nodige ontspanning, maar door de slimme, vijandige bewoners van het eiland lag er ook altijd gevaar op de loer. Sons of the Forest verandert weinig aan die formule. De game voelt daardoor een beetje als gekopieerd huiswerk, al is het dan wel zo goed gedaan dat je docent er waarschijnlijk wel intrapt. Je stort opnieuw neer op een eiland, alleen dit keer als een rijke gozer die op zoek moet naar zijn vrouw en dochter. Ontwikkelaar en Knight had hier misschien wat minder mogen veranderen, want je voelt je helemaal niet verbonden met die familie. Dat geeft gelukkig alleen maar meer reden om een prachtig huis te bouwen, ruzie te zoeken met de lokale bevolking en de familie lekker aan hun lot over te laten. Sons of the Forest verandert dus niet veel, maar verbetert wel een hoop. Krachten doe je weer vanuit je rugzak en het bouwen van je basis begint weer met het hakken van bomen. Ook de flora en fauna herken je waarschijnlijk meteen. Sons of the Forest is daarom meer een soort van The Forest 2.0 dan echt een nieuwe game. Het spel maakt wel flinke stappen in de samenhang van alle elementen. Zo heb je nu animaties bij krachten. Daardoor ontstaan gemaakte dingen niet meer uit het niets. Ook gaat het bouwen van huizen nu handmatig. Dat duurt wat langer omdat je elke boomstam zelf moet neerleggen, maar het bouwen wordt daardoor wel een stukje intiemer. Je krijgt ook meer controle over de indeling van je bouwsels, waardoor je minder snel fouten maakt en je huis er niet uitziet als een bij elkaar geraapt zooitje. En ook de spelwereld zit logischer in elkaar. Je kunt bijvoorbeeld water uit rivieren drinken, waar dat eerst alleen maar kon uit kleine vijvertjes. En naast de dag- en nachtcyclus heeft de game nu ook verschillende seizoenen. Dat heeft niet alleen invloed op het uiterlijk van het eiland, maar ook op jouw mogelijkheden. In de winter kun je bijvoorbeeld niet meer drinken uit meertjes en is voedsel schaarser. Dat is niet alleen vervelend voor jou, maar ook voor de bewoners van het eiland. Die worden dan een stuk agressiever en weet je, geef ze eens ongelijk. Die vijandige kannibalen zijn trouwens super slim. Dat was in 2014 al indrukwekkend en nu nog steeds. Daar zul je misschien niet zoveel van gemerkt hebben, want het is veel te verleidelijk om de vijanden direct aan te vallen. Maar dat hoeft stiekem helemaal niet. Het is zelfs beter om ze een beetje met rust te laten. De kannibalen zijn namelijk net als jij gewoon nieuwsgierig en zijn er niet meteen op uit om je aan te vallen. Als je in het donker goed luistert naar de verschillende geluidseffecten, is het mogelijk om er zonder kleerscheuren vanaf te komen. Luister naar het gekraak van takjes en het geheig van kannibalen, blijf dicht bij je kampvuur en sta stil als je iets hoort. Dan zul je zien dat de kannibalen om je heen lopen, in bomen klimmen, af en toe dichtbij komen, maar je absoluut niet aanvallen. Snij jezelf dus niet in de vingers door als een geflipte MMA-vechter in het rond te gaan slaan naar alles wat beweegt. Waar de eerste game nog wel eentonig kon worden, is dat nu minder het geval. Er zijn namelijk een paar soorten nieuwe kannibalen toegevoegd. Deze beter geanimeerde nieuwe soorten brengen genoeg variatie. In de grotten vind je bijvoorbeeld rare wezens die als zombies lopen en er is een dame met 3 armen en benen die soms langskomt om de ballerina dans te doen. Dat is creepy en vooral heel erg vreemd. Naast de nieuwe kannibalen krijg je ook te maken met Kelvin. Dat is een computergestuurd personage dat een stuk minder snugger is dan de vijanden. Het is een soort hersenloze zombie die altijd naar je luistert. Je kan hem bijvoorbeeld bessen laten verzamelen of hout laten hakken. Dat scheelt een hoop werk. Kevin is eigenlijk de vervanger van de boomstamslee die we uit het eerste deel kennen. Hij brengt het hout namelijk netjes naar de plek die jij voor hem aanwijst. Dat hij alle bomen voor je omhakt is erg handig, maar als je je huis in die bomen hebt gebouwd, moet je wel oppassen. Voor je het weet geeft Kelvin het huis waar je bloed, zweet en tranen in hebt gestoken vliegles en dan kun je helemaal weer opnieuw beginnen. Een ander probleem is dat de wereld nogal leeg aanvoelt. De map is weliswaar een stuk groter, maar daardoor lijkt het alsof er een stuk minder te beleven is. Je moet vooral veel lopen om leuke
leuke gebieden te ontdekken en dat is niet altijd even boeiend. Je vindt wel genoeg herten, konijnen en vogels, maar daar blijft het helaas een beetje bij. De interessante gebieden liggen gewoon te ver uit elkaar, waardoor je ze maar moeilijk kunt ontdekken. We hopen dat de map tijdens de Early Access periode opgevuld wordt met leuke dingen. Grafisch maakt Sons of the Forest dan weer wel grote stappen. De grond is bedekt met verschillende grassen, bosjes en bomen. Sommige planten die je kunt plukken kruipen zelfs tegen de bomen op. Daardoor voelt alles levendiger en een stuk realistischer. Dat maakt het extra jammer dat de map nu nog zo leeg is. Daar kan gelukkig nog genoeg verandering in komen. Het is namelijk niet voor niets dat Sons of the Forest in Early Access is uitgekomen. The Forest volgde dezelfde route en dat duurde zelfs 4 jaar. Die game had na release nauwelijks bouwbare elementen, maar groeide later uit tot een grote game waarin genoeg te doen is. Sons of the Forest heeft alle elementen die The Forest had toen de game volledig uitkwam en gaat daar nu verder op bouwen. Het verhaal is misschien niet interessant, de spelwereld is te groot en te leeg en Kelvin is misschien een groot gevaar voor iedereen, maar toch is de basis van Sons of the Forest al dik in orde. De elementen van The Forest zijn nu al een stuk mooier en samenhangender en daarmee legt Sons of the Forest een uitstekende basis voor een succesvol vervolg. Ga jij al survivalen in Sons of the Forest of wacht je tot de game volledig uitkomt? Laat het weten in de reacties. En wil je meer weten over dit soort games? Abonneer dan op ons kanaal.